Ik ben geraakt door de onrust in de samenleving. Op zoveel vlakken is verandering nodig, of al gaande. Het gaat te snel, of juist te langzaam. Overal emoties, meningen. Zoveel mening dat we het zicht op de feiten dreigen kwijt te raken. En vragen, steeds meer vragen. Is de chaos die ik nu ervaar uniek of van alle tijden? Hoe komen we tot een nieuw verhaal? En wie bepaalt dat? Wat is er precies mis met het huidige verhaal? Wat doen we met achterhaalde systemen? Wie kunnen we vertrouwen en wie niet? Ik ging op onderzoek naar de dynamiek van ingrijpende veranderingen en luisterde zo openhartig mogelijk. Tussen hier en daar, feit en fictie, tussen links en rechts, boven, beneden, tussen vrees en verlangen. Ik nam bijles economie, zat op de A12. Bezocht tuinders, bestuurders, het korps, mariniers en shamanen in Togo en Nederland. Ik leerde van de Ramnami in India, de Amazigh in Tunesië en ging op verdwaalcursus in Engeland. Het werd een intense onderzoeksreis, vol frustratie, woede, verdriet, verbazing en uiteindelijk hoop. Met nieuwe antropologische inzichten die ons kunnen helpen bij alle grote veranderingen. We zullen in de spiegel moeten kijken. Ons bevrijden van leugens. Oude patronen durven doorbreken. Samen maken wij de wereld. Het zijn tricky tijden.